Ik werd heel erg blij toen ik Pokémon Pinball in de release-lijst zag staan. Want oh my god, ik hou van Pokémon. En oké, ik hou ook wel van Pinball, maar vooral van Pokémon. En dat is heel erg gaaf. Dit is helaas de Ruby en Sapphire versie voor op de Wii U. Snel kijken. In Pokémon Pinball, Ruby en Sapphire heb jij controle over de flippers waarmee je de Pokébal richting de doelen schiet in uitdagende flipperkasten. Score zoveel mogelijk punten terwijl je meer dan 200 bekende Pokémons probeert te vangen. Pokémon kunnen evolueren en zijn zelfs bonuslevels. Pokémon Pinball is nu verkrijgbaar op Virtual Console en op de Wii U. Om heel eerlijk te zijn heb ik eigenlijk nog nooit iets van de Virtual Console op de Wii U gespeeld. Maar het is toch wel heel erg leuk hoor. Het geeft gewoon heel veel nostalgische gevoelens. Want ik speelde vroeger Pokémon Pinball toen ik echt nog een hele kleine Soraya was. Nog om mijn Game Boy Color. Dus nu dacht ik zo, oh yes, ik ga het weer helemaal herbeleven en dat is leuk. En het was op zich wel leuk, maar het is dan toch niet echt de originele Pokémon Pinball. Het is niet Red, Blue en Yellow. Nee, het is dan toch weer de volgende generatie. En het zijn toch weer allemaal Pokémon dat ik denk, I don't know who you are, but I gotta catch you. Het zal wel. En dat is oké-ish en het gevoel is heel erg leuk, maar je gaat het niet de hele tijd spelen. Dus Nintendo, nice try, maar geef mij eindelijk eens die blue, red en yellow shit. Damn!